Ja, je ziet het, hè. Ondertussen is de zon erbij gekomen. Dat is omdat de burgemeester van Kortrijk bij mij is komen zitten. Dat is Vincent van Quickenborne. Welkom. Dank u. Het is prachtig, hè? Ja, ongelooflijk. Hè? Wat een mooi, gezellig weer en lekker op het water hier. Het lijkt Kortrijk. Wel Saint-Tropez eigenlijk ineens. Ja. Maar goed, het is Kortrijk en daarvoor zijn wij hier, hè. De Leie en Kortrijk, dat is onlosmakelijk van elkaar verbonden, hè? Ja, het begint zelfs met het woord Kortrijk. Het woord is afgeleid van het Hallo-Romeinse woord Cortoriacum, dat betekent nederzetting gelegen aan de bocht van de rivier. En de Leie heeft heel veel betekend in de geschiedenis voor Kortrijk. Wordt ook wel de Golden River genoemd, omdat het vlas dat hier werd gerood in het water en kleurde de rivier goud. Maar goud verwijst natuurlijk ook naar de economische welvaart die de Leie en het vlas voor ons hebben teweeggebracht. Ja, er is hier enorm veel te doen, heel veie festiviteiten rond die Leie, de grote verleiding, wordt het dan ook genoemd. Waarom eigenlijk? Wel, we hebben 20 jaar gewerkt aan de Leie. Er zijn 7 nieuwe bruggen gebouwd. Het water is, Leie is verdiept, is verbreed geworden om dus watertransport toe te laten. En dat willen we nu vieren, want de Kortrijkzanen hebben door zweet, bloed en tranen moeten kruipen, letterlijk. En nu wordt er 4 maanden lang gefeest hier in Kortrijk met meer dan 200 activiteiten. Waar je moet eigenlijk niet met vakantie vertrekken. Kom naar Kortrijk, het is de beste vakantie deze zomer. En als de zon schijnt, absoluut. Zeker. Heerlijk hier op het water. Nu, er kan hier van alles beleefd worden, hè? De hele zomer lang. Hè? Ja, dus cultuur. We hebben een kunstroute Flux langs het water. We hebben een tentoonstelling Metamorfose in ons museum, buiten het museum. We hebben Leie picknicks. We hebben boottochten. We hebben zelfs 70 activiteiten georganiseerd door de Kortrijkzanen zelf. Een bikini bootcamp. Al dat soort dingen die worden georganiseerd hier. Een bikini bootcamp? Een bikini bootcamp, ja. Ik kan er ook al iets bij voorstellen, hè. Maar goed, je moet het meemaken natuurlijk. Ja, absoluut. Nu, in ieder geval, er is feest in Kortrijk. Is alles af? Nee, nog niet. We hebben de leienboorden aan de oude leienarm, de hoogte van de broeltorens, die worden de komende 2 jaar verlaagd. Een beetje zoals de Gentse grasleien. Zodat het contact tussen water en mensen terugkomt. We gaan die parkings daar weghalen. Er komt een nieuwe ondergrondse parking. En we gaan vooral de Leie teruggeven aan mensen, aan terrassen, aan spelende kinderen. Zodat het water dicht terug bij de mensen is. Wat dacht je? Brugge heeft zijn rijenfeesten, wij ons leienfeesten? Ja, dat kan wel. Maar we noemen het alleen de grote verleiding. Omdat het water echt onze stad opnieuw aan het verleiden is. Vroeger keerden we ons weg van de Leie. De Leie was eigenlijk een soort parking geworden. Vandaag is het echt een bepalende beeld voor de toekomst van de stad. Hier komen er heel wat ontwikkelingen langs de Leie. 3 nieuwe woontorens, een nieuw zwembad, een nieuwe fuifzaal, een nieuw stadspark. Leie? Langs de Leie natuurlijk. Zou je kunnen zwemmen in de Leie? Wel, dat zou fijn zijn, maar ik vrees dat het nu nog wat te vroeg is. Er is terug vis in de Leie, 19 soorten vis. Maar ik heb ooit gezegd, de dag dat wij, de Kortrijkzanen, rond het Buda-eiland kunnen zwemmen, is de dag dat ik stop als burgemeester. Is dat waar? Ja. En wanneer zou dat dan zijn? Geen dat die Leie nog zeer vuil is. Oké, goed voor u. Nog veel werk te doen. Ja, maar jij bent al heel lang hier in Kortrijk. Hè? Heb jij zelf iets met de Leie, vroeger bijvoorbeeld? Ja, absoluut. Hè. Vandaag loop ik er veel, fiets ik veel, ook met mijn echtgenoten. Maar vroeger maakte ik minder gebruik van de Leie, maar wel 1 keer is het gebeurd dat ik met vrienden heel vroeg in de ochtend in de Leie ben gesprongen. Mag eigenlijk niet. Toen netjes aangemaand, aangevaarlijk ook, aangemaand door de politie. Ik ben langs die politieman tegengekomen en zei van, ik was die man die zoveel jaar geleden heb aangemaand. Ze hebben het onthouden en het was een vermaande vinger, er was geen boete bij. Nee, gelukkig maar. Ja. Maar goed, de Leie terug aan de mensen geven, daar valt veel om te feesten, daar is nog wel wat werk aan. We zien de prachtige broeltorens ook in Kortrijk. Goed. Ik merk het, het is hier allemaal heel erg leuk. Er gaat nog veel gefeest worden in Kortrijk. Maar ik ga straks eens kijken naar het museum. Het gloednieuwe museum trouwens, Textuur. En daar kan je alles leren over de vlasnijverheid en over het vlas en over de Leie. Ja, want het vlas was alles bepaald voor de economische welvaart. Hè. Ze noemen ons het Texas van Vlaanderen. Dat is omdat het vlas hier eigenlijk voor al die fabrieken, al die welvaart heeft gezorgd. Lage werkloosheid, heel veel tewerkstelling. Het was een heel boeiend museum. Zeker naar is kijken. Daar? Ja. Dankjewel, burgemeester van Quickenborne, dat je even wou meevaren. Heel veel plezier. Heb je ervan genoten? I love the water. Goed.